Op 25 mei 2018 overleed Herman van Vliet. En nu, 5 jaar later, een moment om daarbij stil te staan. De familie heeft mij gevraagd om een en ander te zeggen, maar ook vooral om het een en ander te spelen in lijn van Herman van Vliet. Herman is mijn oud-docent, bij wie ik voordat ik naar het conservatorium ging les had, destijds nog in de Joriskerk in Amersfoort. Herman heeft in zijn leven ontzettend veel gedaan. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dat kwam eigenlijk tot uiting in een tweetal zaken. Enerzijds een platenlabel onder de naam Festivo, die we kennen van de heruitgaves van de opnames van Demisieu, of bijvoorbeeld van de opnames van Robbeljaar. En ook zeker van Herman van Vliet zelf. Twee projecten zijn een beetje eigenlijk de grote producten van Festivo. Enerzijds is dat de Widoriade, de integrale opname van alle symfonieën van Charles-Marie Widor. En anderzijds ook alle losse werken van Guillaumin. In een box van 5 cd's volgens mij. Zeer de moeite waard. Festivo bestaat nog steeds. Wordt doorgezet door zijn nageslacht, door zijn zonen. En daar zijn ook 2 cd's van mij onder andere op verschenen. Dus er zijn wat linkjes van hieruit naar Herman van Vliet door middel van persoonlijk belang en anderzijds door de opname die we hier gemaakt hebben in de Westerkerk en ook een stukje verderop in de Mozes en Aaronkerk. Herman had naast dat platenlabel ook een uitgeverij van bladmuziek. Dat heette, en dat heet nog steeds Musiscript. Daar gaf hij zijn eigen bladmuziek uit, maar ook muziek van anderen. Inmiddels is het zo dat ook dat assortiment uitgebreid wordt. En dan met name met werken van Herman van Vliet zelf. Degene die daar eigenlijk het meest druk mee is, is ook oud-leerling André van Vliet. En ik kijk daar onder andere een beetje in mee. En een van de werken die daarin nieuw verschenen is, is een toccata en fuga over Psalm 146. Een zeer vroeg jeugdwerk van Herman van Vliet, wat in handschrift al het eigenlijk een beetje verspreid was. Er waren een aantal kopieën die her en der door het land zijn weg hebben gevonden. Maar nu een officiële uitgave van dat werk. Er bestaat uit 2 delen. Allereerst een toccata. En dat zit nog echt in het spoor van Asma en Wim van der Pannen, waar Herman van Vliet les gehad en van heeft. Je hoort eigenlijk een soort toccatine, afgewisseld met het koraal. En dan komt die toccatine weer terug in een ABA-vorm. Het is vrolijk en speels. En dan komt er toch wel eigenlijk een vroege handtekening van Herman van Vliet. En dat is een fuga. Herman heeft een aantal geschreven. Fuga's op koralen. Dat zijn vaak wat thema's die bepaalde tegenstelling creëren ten opzichte van het koraal. En dan vaak uiteindelijk ook gecombineerd worden met het koraal. En dat is ook hetgeen wat in deze Psalm 146 gebeurt. Een vrolijk opgewekt thema. En dan komt daar het koraal later aan te pas. En dat is niet een volledig slotkoraal in die zin, maar een koraal voorzien van dat fuga thema. En er komt ook nog een leuk stretto achteraan. Het is een speels werk wat eigenlijk voorbij is voordat je het weet. Psalm 146 van Herman van Vliet. Thank you.
Rondom Herman van Vliet wordt het een en ander georganiseerd en ook gepubliceerd. Bijvoorbeeld dat vele opnames van het label Festivo online verschijnen. Dat gebeurt rond zijn vijfjarige sterftedag. Daarnaast is er ook nog een concert, een event rondom Herman van Vliet. En dat hoop ik dan samen met André van Vliet te geven in de Oude Kerk in Amsterdam. Waar Herman zeer veel gespeeld heeft en waar ook vele opnames van zijn. We gaan nu naar een werk van Siegfried Karg Elert. Dat is een componist waar Herman zich al vrij vroeg mee bezig hield. In de jaren 80 verscheen een LP met alleen maar werken van Karg Elert en dat was vrij opzienbarend. Hij had een bepaalde zwak voor deze componist. Deze componist, Duits romantisch, maar zeker anders dan Max Reger. Het is in die zin veel flexibeler qua stijl. Het gaat soms een beetje alle kanten op en dat maakt het ook weer spannend. Herman had ook onder andere contact nog met de dochter van Karg Elert. Dat kon nog in die tijd. Die heette Katharina. En die had ook Karg Elert vergezeld op de beruchte reis naar Amerika. En als je het leuk vindt, daar zijn nog brieven van te vinden. Nou, Herman heeft daar nog uitgebreid contact mee gehad. En die LP die had één nummer en dat heette Pastel numero 3. En dat is niet een pastel uit de serie van 7 pastels over Lake of Constance, maar 3 latere pastellen. En daar is deze de laatste en de uitgebreide van. Bestaat eigenlijk uit 3 delen. Allereerst wordt het thema geëxposeerd en daarna volgt een soort scherzo, dan komt het thema weer terug. Vervolgens een recitatief, wat compleet vrij is, ook in tempo. En tot slot een heftig en groot slotkoraal. En het heeft iets impressionistisch over zich, ook in de akkoorden die bijzonder kruidig zijn. En ik kan me voorstellen dat Herman met name daarvoor ook viel, voor de kruidigheid van harmoniseren. Het was zo dat in de tijd dat ik nog les had van Herman van Vliet, dat ik weinig Widor en Guillemin speelde. Volgens mij zelfs helemaal niet. Maar wel veel Karg Elert naast Frank. En dat waren toch eigenlijk de 2 hoofdzaken. Naast uiteraard Bach, want dat moest ook altijd. Dus Karg Elert.
In de jaren 80 had Herman twee grote series in Nederland, namelijk het uitvoeren van alle symfonieën van Widor. En dat heette dan de Widoriade. En Herman is daar onder andere ook voor in de Westerkerk geweest. Alleen zag het er toen wel een beetje anders uit. De oude cockpit, het grote vierkleviersorgel, waarvan het een het wel deed en het andere het niet. Maar goed, Herman heeft hier de Widor-symfonie gespeeld. En dat was de Romane, de laatste symfonie. Deze zal ook online verschijnen. En dat is natuurlijk wel grappig om dan de orgels naast elkaar te horen. Het oude orgel en het orgel zoals het nu is en wat in uw oren zit. Nou, het verschil is behoorlijk, kan ik u zeggen. Er is mij ook gevraagd om wat te improviseren. Bastiaan, dat is de zoon van Herman, die kwam aan met een aantal letters achter elkaar. Een B, een E, een D, een E en weer een A en een rust. Dat krijg je als je de naam Herman omzet naar noten. Nou, dus een improvisatie op dat reeksje noten. Voor nu alvast veel luisterplezier.